Mijn coolste herinnering van deze zomer was ongetwijfeld zwemmen met dolfijnen. Ja, in de Rode Zee, dat was echt heel cool. En met een aardig tempo aan krabbelslag kon je die ook goed bijhouden. En dat was echt zeer fascinerend om mee te maken. Waar ik heel trots op ben, is de zelfstandigheid van mijn dochter. Zij wordt binnenkort 9 en ja, ik vind haar al heel zelfstandig. En zij neemt echt het heft in handen en ja, daar ben ik gewoon ontzettend trots op. De boek die ik op dit moment aan het lezen ben, noemt De Fulltime Avonturier van Tamar Valkenier. En is echt een geweldig boek voor iedereen die houdt van reis en avontuur. En ja, als ik daar lees, dan ga ik helemaal mee in het verhaal en heb ik het gevoel gewoon dat ik mee op reis ben. Mijn best gekregen advies: Intuition never lies. En ja, dat is zo: intuïtie ligt niet en volg je intuïtie. En ja, dat heeft mij al hele mooie dingen opgeleverd. Waarvoor mensen mij echt het bed mogen bellen, is om te werken aan meer verbinding tussen mensen. En ja, gewoon mensen samen te brengen en met elkaar te laten spreken. En ja, echt te gaan kijken van wie is die persoon. En van daaruit te kijken hoe dat er samenwerking kunnen ontstaan. Hoe dat er ja, op een mooiere en toffere manier met elkaar kan omgegaan worden. Dus alles rond het menselijke aspect en verbinding binnen onze samenleving.